Ik ben Freddy Vermeulen. Ik had in de jaren 70 een schilderij gekocht waarvan ik dacht, hier zit meer in, dat is moeite waard. Ik wil het toch wel gaan laten beoordelen. Ik ben dan naar de beoordelingsdag van het Rubinianum gegaan. En de mensen van het Rubinianum, ze hebben mij toegelicht dat het waarschijnlijk een stuk was wat toch een goede kwaliteit wat de bloemschilderij betrof. Typisch voor de laat 17e, begin 18e eeuw. Dat toch er hele mooie handen en voetschildering van Onze Lieve Vrouw was. Oh, ik ben uiteindelijk erg dankbaar ten opzichte van het Rubinianum dat ik eigenlijk heel gratis een beoordeling van experts heb gekregen. Wat ik zeer waardevol vond, is dat zij op het Rubinianum absoluut zich willen onthouden van enige waarde, financiële waardeschatting, maar wel een kwalitatieve waardering van het schilderij geven. Ligt er op uw zolder een oud schilderij, tekening of beeldhouwwerk? En bent u benieuwd naar het kunsthistorische verhaal erachter? Kom dan op woensdag 13 december met uw kunstwerk naar de gratis beoordelingsdag in het Rubinianum.